Als ik zeg vakkanjers, dan zeg jij waarschijnlijk, is dat niet die wedstrijd tussen jonge technische talenten van ROC's en bedrijven? Ja, serieus, beetje duizelig, maar ik ben er wel klaar voor. En als ik zeg polymechanica, dan zeg jij waarschijnlijk, is dat niet één van die 7 disciplines waar de resterende kandidaten vandaag aan deelnemen? Als ik zeg tickets naar São Paulo, dan zeg jij waarschijnlijk, dat is waar het vandaag om draait. Want dat is waar deze 14 vakkanjes vandaag voor in de race zijn. Die tickets naar de World Skills in São Paulo. Vorige week in Arnhem hebben we al 9 tickets vergeven. Vandaag de laatste ronde van de kwalificaties, hier in Vlissingen. En we gaan er vandaag de hele dag live verslag van doen. Als ik zeg gespannen, dan zeg jij? Rustig aan. Als ik zeg dat wordt een lange dag, dan zeg jij? Dat klopt. Als ik zeg tickets naar São Paulo, dan zeg jij? Volgend jaar. Als ik zeg ik ben er klaar voor vandaag, dan zeg jij? Altijd. Als ik zeg mechatronica, wat is dat eigenlijk? Dan zeg jij? Ingewikkeld. Als ik zeg die battles morgen, daar ben ik wel klaar voor, dan zeg jij? Sowieso. Als ik zeg dat is toch wat lastiger dan ik had verwacht, dat mechatronica, dan zeg jij? Ik vind het wel niet. Als ik zeg ik heb thuis een probleem met mijn toilet, wat zeg jij dan? Kom ik snel maar aan. Vandaag zijn we eigenlijk weer de hele dag te volgen op www.devakkanjes.nl. Er zijn er livestreams, er zijn er live verslagen van ons. En heb je nou een vraag voor een van de vakkanjes? Stel hem even op Facebook of gooi hem even naar ons toe op Twitter. En dan geven we even antwoord voor je. Dan ga ik persoonlijk voor je op zoek.